Goedemiddag, zeker kan ik dat. Mijn naam is Thijs Leuk en ik ben de vader van Wout en Mart. Een tweeling van 6 jaar, die zijn afgelopen week 6 geworden. En eigenlijk hoorden wij dat het tegenwoordig vrij gebruikelijk is dat er maar een paar kinderen worden uitgenodigd op een verjaardagsfeestje. En wij hadden zoiets van, nou weet je, we hebben de middelen. We hebben eigenlijk alles in huis om een super gaaf kinderfeestje te vieren. En we zijn in contact gekomen hier met Optisport. Super mooi contact gehad met Mariel. Een hele mooie, inspirerende omgeving. En we dachten van, weet je, we gaan hier gewoon een kinderfeestje XXL geven in het mooie Haaksbergen. En ja, dit hebben we eigenlijk uit de grond gestampt. Samen met bedrijven waar ik altijd mee samenwerk. We hebben een hele barre eenheid staan. We hebben allemaal springkussens hier neergezet. We hebben watervertier. Ik geloof bijna 40 kinderen. En er zijn vandaag kindjes aanwezig die nog nooit eerder een kinderfeestje hebben gehad. En ja, eigenlijk gaat het super leuk. Ja, deze zonneweide is te huur. Het heeft ook alle faciliteiten. Je hebt hier de toiletten zitten, er is een stroomaansluiting, water is er. Het is heel mooi aangelegd, dus ja, je kunt hier eigenlijk een heel mooi kinderfeestje houden. Of misschien nog wel meer. Ja, nou is het tropisch weer in Haaksbergen. Ja. Maar het zwembad zelf is gesloten. Ja, ik geloof dat ze een personeelsfeest hebben. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Dus één keer per jaar gaan ze gezellig met personeel er vandoor. Ik geloof vandaag naar Amsterdam. Gezellig op de boot, dus voor de teambuilding. Dus ja, ik geef ze gewoon gelijk. En jullie een mooi feestje. En dan hebben wij een fantastisch feest hier met alle kinderen. Hoeveel kinderen zijn hier vandaag? Oeh, ik dacht bijna 40 op dit moment. En nou ja, zoals je ziet, de ouders blijven ook gezellig hangen. Daar is ook voor gezorgd. Dus ja, het is één groot feest hier. Ik hoorde hier net al kriebelen van ik wil dit vaker gaan doen. Ja, ik vind deze omgeving, ik ben hier van de week weer eens kijken. Wij zitten zelf met ons bedrijf in de evenementen. We hebben ook met de Meimarkt in Haaksbergen het een en ander gedaan, onder andere ook de kermis. Ja, en dan kijk ik hier om me heen. Ja, en dan zie ik de mogelijkheden, alles is hier aanwezig om hier iets van een leuk festival neer te zetten. En voor het hele gezin, voor jong tot oud, ja, eigenlijk alles kan hier. Ik denk dat misschien Haaksbergen daar ook wel, dus ja, laten we er eens over na gaan denken. Dus ik denk dat hier zeker kan. Ik denk dat je snel moet zijn, want het zwembad kan dan misschien gesloten gaan worden. Ja, ik denk dat het voor Haaksbergen niet te verkopen is dat je gewoon niet binnen je eigen gemeente een zwembad hebt. Als je kijkt naar onze buurtgemeente Berkelland, ja, daar hebben ze, ik geloof, 4 zwembaden, bijna in iedere kern 1. He, en daar is volgens mij de grootste kern Eibergen, 11.000 inwoners. Nou, dat is kleiner dan Haaksbergen. En ik vind gewoon, ja, je hebt gewoon een zwembad nodig. Dat moet je gewoon faciliteren voor de ouderen, he, ook voor de sociale cohesie, voor de zwemlessen. Maar ook voor de nieuwe Nederlanders. He. Je zult toch zwemlessen en zwemfaciliteiten moeten geven. Dus ja, ik vind het onbestaanbaar als dit zwembad gaat verdwijnen.